Dag beste kijker, welkom op het webkanaal van het Dominicanen. In een laatste uitzending met kardinaal De Kezel staan we stil bij een heel belangrijk punt in zijn boek Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving. Meneer de kardinaal heeft ergens 4 voorzichtige conclusies, maar ze zijn wel heel duidelijk. En ik zou graag de laatste nemen, uw laatste conclusie, omdat ik ze zo mooi vind. Hè? Ik verwacht van de kerk in de toekomst dat ze meer beleidend zal zijn. Een kerk die duidelijker toont waarvoor ze staat en die geen schrik heeft van haar eigenheid en haar identiteit. Een beleidende kerk, dat is een woord dat een grote, sterke geschiedenis heeft. Ja, hè? Ja. Was dat uw idee? Ja. Als ik eerlijk mag zijn, het woordje beleidende kerk, dat haal ik wel uit de periode, de nazi-tijd. Hè. En, want de figuur van Dietrich Bonhoeffer is mij zeer dierbaar. Ik heb daar al sinds lang, ik ben al wat ouder, hè, altijd heel veel inspiratie in gevonden. Een boeiende auteur. Hij was lid van de bekennende kerkje, de beleidende kerk. En het was een kerk die zich afgescheurd had van de Duitse christen. Dus misschien de nazi-kerk of toch heel, heel vergaand, meegaand was met de hervormingen van Hitler binnen de protestantse kerk, omdat Hitler nooit zoveel impact gehad heeft op de katholieke kerk, omdat ze zelf te strak gestructureerd was. Daar zie ik ook een beetje het voordeel, soms in bepaalde omstandigheden, ja, van een strakke cultuur, structuur. Maar de protestantse kerk heeft hij toch wel geprobeerd in te palmen, met een rijksbisschoppen en zo. Maar hij heeft zich daarvan gedistanceerd. Bonhoeffer. Ja. En dan in het verzet gegaan. En dat is juist wat ik zo... Bonhoeffer zag dat dat niet klopte met zijn overtuiging als christen. Want Bonhoeffer is een eigenaardige figuur. Hij is begonnen als theoloog. En stilletjes aan heeft hij in zijn eigen persoonlijk leven ontdekt wat christen zijn is. Ja. Je zou soms het omgekeerde denken. Je bent eerst christen en dan stilletjes aan. Maar hij kwam uit een hoogstaand milieu, een academisch milieu. En hij studeerde theologie en ging dus aan... dat was een carrière, een universitaire carrière, maar stilaan ontdekte hij dat het evangelie u appelleert. En dat dat niet zomaar een theorietje is, hè, die je kunt misschien daarover lesgeven, maar dat het u zelf engageert. En hij heeft vandaar zijn overgang naar de bekennende kerkje. En dan stilletjes aan ook, man van het verzet. Vind ik zo mooi in die figuur. Het is in de mate dat hij de wortels van zijn geloof alsmaar meer ontdekt, dat hij ook alsmaar meer ontdekt dat hij zich moet engageren in de samenleving. En het was hij die zei, de kerk, zij heeft maar recht van spreken als het ook opneemt voor de Joden die geen christen zijn. Want dat was zijn verwijt aan de bekennende kerkje. Het was ook het verwijt van Karl Barth. Ik vind dat verschrikkelijk wat hij toen gezegd heeft. Maar het is voor onze toekomst ook zo'n pakkend woord. Zelfs over de bekennende kerkje. Als ze spreekt. Als ze spreekt. Uiteindelijk in haar voordeel. En Bonhoeffer zei, je moet het eerst voor de anderen. Zo zag hij ook Jezus, de mens voor anderen. En dat zit me wat voor ogen op het einde van mijn boek. Die twee moeten kunnen samengaan. Een kerk die diepe wortels heeft. Hè. Die niet gegeneerd is in haar eigen identiteit. We leven in een pluralistische cultuur. Waarom zou ik moeten zijn als iedereen? Dat hoeft niet. Maar niet een kerk die een identitaire reflex heeft. Die op grond van haar identiteit zich juist op zichzelf terugtrekt. De christelijke identiteit vraagt mij juist openheid op de samenleving. Het is heel moeilijk om publiek te spreken in een samenleving, ja, vanuit een godsdienst zonder verweten te worden. Ja, daar horen we het weer altijd hetzelfde liedje. Ja,
En om een reële impact op een reële stem te laten horen. Dat is een beetje onze armoede vandaag. Ik ben blij dat je die vraag stelt. Dat is iets waarvan ik mij meer en meer bewust ben. Want ik spreek nu gemakkelijk ook in mijn boek. We zijn overgegaan van van het christendom als culturele religie. En nu zitten we in een seculiere cultuur. Maar wij dragen wel een verleden mee. Dat verleden kleeft aan ons. Ja. Ook het seksueel misbruik in de kerk heeft ons dat nog een keer goed herinnerd. Want veel van die periode van het misbruik, dat is vooral in de jaren 50 nog. Hè? En van voordien weten we niets. Hè? Voordien hebben we niets meer. Maar het was toch uit een periode waarin de kerk zich veel kon permitteren. Hè? Ja. Dus ik denk, als men verwijt me soms, hè, je zou het veel harder moeten spreken. Als ik ook spreek van een bescheidener kerk en van een kerk die niet te hoog van de toren blaast, dan is het ook omdat ik me bewust ben van een verleden dat nog een beetje aan ons kleeft. Je moet goed weten, wij hebben ook geheerst over de gewetens van mensen. Ja, ja. We hebben veel... Dat moeten we erkennen in alle eenvoud. We hebben mensen pijn gedaan. Ja. We hebben mensen gekwetst. Diep gekwetst. Dus er is een spreken nodig dat eerder hoop geeft. Dat wijst op dingen die moeten gerealiseerd worden. Ja, ja, ja. Ja. Ja? Maar die terzelfde tijd dat niet op een arrogante... Ja. Die bewust is. Ik denk de kerk... Ja, ze moet bewust zijn van haar eigen... Ja, ook van haar zondigheid. Mm-hmm. En van haar beperktheid. Anders komt ze... En ik versta dan sommige mensen. Ze is daar weer. Ik denk dat... Maar dat voor mij is ook persoonlijk. Dat is een afwegen. Dat vraagt ook onderscheiding enzovoort. Wanneer spreek je niet... En wanneer moet je hard spreken? Ziet je dat? Het is niet... En Paulus zegt te pas en te onpas. De onpas, ja. Goed, maar het is gemakkelijk om zo'n woord te citeren van Paulus uit zijn context. Ik denk niet dat we moeten te onpas spreken. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dat is niet goed. Nee. En Paulus heeft dat zeker ook niet bedoeld, maar heeft wel bedoeld. Hij zal waarschijnlijk bedoeld hebben, je moet niet te veel schrik hebben. Maar we moeten opletten met dat de positie te onpas. Vandaar conclusies uit te trekken die eigenlijk... niet beantwoorden aan de context waarin Paulus dat geschreven heeft. Ja. Ja, ja. Ja. Ik had mij ook die vraag gesteld, wat je nu zegt, ook in mijn boek, maar ik ben daar niet op ingegaan, je kunt ook niet alles tegelijk zeggen. Maar ja, er zijn wel contexten waarin je zegt, te pas en te onpas. Maar er zijn ook wel contexten waarin men zegt, niet te onpas. Een van de moeilijkheden is, als de kerk publiek spreekt, naar bepaalde dossiers toe. Ja, ja, ja. Zij riskeert in een aantal gevallen ook haar eigen publiek tegen te spreken. Ja, 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 ja. Daarom denk ik, wat mij betreft, hè, van de tijd dat ik nu voorzitter ben van de conferentie, de bisschoppenconferentie, en dat we nu en dan toch eens verklaringen hebben afgelegd, ik leg veel nadruk om, wanneer het om het publiek spreken van de kerk gaat, niet te zeer theologische argumenten te gebruiken, maar humane argumenten. Op te komen voor een menselijke samenleving. Ook als het gaat om dossiers over abortus en euthanasie. Want ik vind het altijd een beetje eigenaardig dat men deze dossiers noemt ethische dossiers, maar de armoedeproblematiek en de klimaat, dat zijn natuurlijk geen ethische dossiers. Alhoewel. Het gaat daarin om fundamentele keuze, welke samenleving willen we. Ja, ja. Maar voor mij ligt een heel belangrijk, wanneer ook bijvoorbeeld over het omgaan met lijden, discriminatie, psychisch enzovoort, dat wij als kerk opkomen voor eerbied voor de mens, voor het leven ook van de mens, mensen nabij te blijven, niet de dood altijd als het eerste oplossing te zien, hè. Maar daarvoor geen theologische argumenten gebruiken. Maar
argumenten waarin ook iemand die niet gelooft kan in thuiskomen. Want er zijn ook psychiaters bijvoorbeeld voor psychisch lijden die zeggen, euthanasie voor psychiatrie, dat zijn twee verschillende dingen. Dat vind ik wel belangrijk, de manier waarop men spreekt en ook de manier waarop men argumenteert. En ook wat ik niet goed vind, dat is de zelfverzekerde toon waarop men spreekt. Dat is niet. Je moet altijd ook in het kerkelijk spreken laten aanvoelen, wij begrijpen de problematiek. En wij proberen een zinnig woord te zeggen in deze problematiek. Natuurlijk geïnspireerd vanuit ons geloof, uiteraard. Dat zou men ook bisschoppen niet kwalijk nemen. Hè. Maar niet exclusief argumenten die alleen voor gelovigen gelden. Maar wat ons voor ogen staat is wat... Ja, al deze ethische problemen zijn maatschappelijke problemen. Welke maatschappij we hebben. En daar ijveren we toch wel naar... Ja, ik refereer nog eens naar de encycliek van de paus, hè, Fratelli Tutti, naar een samenleving waar menselijkheid, humaniteit, fraterniteit, solidariteit, grondwaarden zijn. Hè. Er is heel veel werk aan het winkelen. Ja, ja. Hè? Ja. Als je nu zegt, als kardinaal, als bisschop in een bisdom, waar moeten we voorrang aan geven als kerk? Ergens in uw boekje lees ik, wij moeten vooral de levendige plaatsen, waar de plaatsen die leven, moeten we blijven ondersteunen. Zou je ook kunnen zeggen, we moeten vooral daar zijn waar er dood is. Ja, 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 ja. Welke prioriteit? De twee moeten samengaan. Ik zeg het nog een keer. Er moeten plaatsen zijn waar christenen kunnen samenkomen, waar ze geïnspireerd worden. Maar het mag geen clubje worden dat zich afsluit. Het moeten juist plaatsen zijn waar men die andere vraag, waar de dood heerst, waar de onzin heerst. Want dat is wat het menselijk bestaan altijd bedreigt, want de dood is niet alleen op het einde van mijn leven. De dood, de leegheid van het bestaan, wat toch echt een realiteit is in onze cultuur. Ja. We moeten in onze cultuur ook niet zeggen dat we in de best mogelijke werelden leven. Er is veel angst, er is veel onzekerheid. De angst is een slechte raadgever. Ook vandaag, hè, als je ziet democratie die in vraag wordt gesteld, als men ziet politiek gezien regimes die toch wraakvuurig zijn, hè, op zijn zachtst gezegd. Evoluties in het politiek en maatschappelijk leven. Dus een samenleving die toch voor enorme uitdagingen staat, dat men toch, niet alleen christenen, plaatsen, die moeten we stimuleren waar nog echt leven is, maar juist leven is omdat men bezorgd is over die andere vraag waar de leegheid, het gebrek aan zin, het gebrek aan toekomst voor veel mensen, de dood, dat we daar aanwezig zijn. Ja. Okay. Ja. Dank u vriendelijk, meneer kardinaal, voor uw mooi boek. Ja. En aan alle kijkers zou ik aanraden, als je kan, neem het ter harte. Het is lezenswaard. En wel bedankt voor het volgen van deze reeks. Dag.